Kijk van IFT verder met een nieuwe aflevering van Keep Talk en Nobody Explodes. En vandaag is Markje weer bij ons. Hallo. Hallo, gaan we beginnen? Ja, hij is aan het laden, dus... Oké. De screen is voor jouw eyes only. Wow. Een scene. Oké. Zie de tijd. Pomptijd. Oh god, het is weer een maze. Die maze gebeuren. Ja. Oké, ik heb hem. Oké. Ik praat van links, bovenin. Eerst naar rechts en dan naar beneden. Oké. Even zien. Het witte puntje, dat is degene wat je bent. Van, wat je moet bewegen. Dus die staat bij mij... Ik moet die andere weer even, hè. Het ja, even niks. Ja, behalve dat puntje, dat staat gelijk in een cirkel. Dat al in een cirkel, dus. Okay. Die staat in de derde rij. En dan op de... Ja, op de vijfde, laat ik maar zeggen. Op de vijfde niveau. Heb ik niks. Is dat zeker? Ja. Op de derde rij... Je telt de eerste rij mee dan, hè? In je telling? Ja, ja, dat doe ik. Heb ik wel wat. En dan heb ik ook nog een andere cirkel en die staat op de vijfde rij helemaal bovenin. Dus boven die vijfde rij, vijf naar rechts bovenin? Ja. Waar staat je puntje? Het puntje die staat in die derde rij en dan de vijfde niveau. Oké, dus naar boven? Dat... Want die... Naar boven? Driehoekjes staat twee naar rechts ervan. Oh. Ja, je zei net... naar boven. Ja? Naar boven. Fout. Ja, je moet naar boven. Het is fout. Hoe vaak heb je naar boven gedrukt dan? Eén keertje. Waar sta jij nu dan? Nou weet ik het helemaal niet meer. Jij zegt drie naar rechts, vijf naar beneden en dan nog een keer twee keer naar rechts. Ja, twee keer naar rechts, daar staat het driehoekje. Nou, ja, dat ben jij toch? Nee, ik ben dat witte puntje en dat puntje. Ja, maar dan staat... moet je niet even twee dingen door elkaar heen gaan halen. Ik vraag letterlijk waar jij staat, niet waar dat puntje is. Maar dat puntje, daar ben ik. Ja, maar waar sta jij nu? Eentje boven die cirkel op de derde rij. Ja, dan moet je niet zeggen dat je nog twee verder naar rechts staat. Dan nee, dat dan zeg moet, ik ook niet. Dan moet je naar rechts. Nu naar rechts of... Naar rechts. Naar boven. Naar boven. Ja. Ja. Rechts. Naar boven. Maar bij het andere puntje. Ja. Dat was hem? Nee. Naar rechts. Maar ik moet naar de driehoek. Naar rechts. Ja. Beneden. Ja, beneden. Links. Ja. Beneden. Beneden. Oké, okay, dan. Ik heb een witte knop met abort. Ja. Oh, fout. Ik klik het in een andere pagina. White button en abort. Ja. Hoeveel batterijen heb je? Vijf. Oké. Okay. Heb jij een label met car? Is er een lid indicator met het label car? Nee. FRK? FRK. Nee. Nou, ik ga dat niet meer halen, want ik heb nog drie modules en je nog 10 seconden. Je moet de punten vasthouden. Geel. Als de timer een 5 in iets geeft. Ja, is boom. De eerste ging gewoon te langzaam. Waarom, Mark? Als je, dan moet je de vorige keer een zeggen. 3 naar rechts, 5 naar beneden. Dan weet ik precies hoe jij leest. Oké. Okay. Want ik ben nu eerst gewoon 2 minuten aan het zoeken geweest welke je had. Oké. Okay. Nou, zal ik maar op retry drukken? Ja. Retry, loading.
Zie. Oké, ik zie nog geen timer van de bom zelf. Wat is dit? Verzien. Oké, ik heb weer een witte button met abort. Witte button met abort? Ja. Is het niet hetzelfde wat je ze net had? Zoiets, maar... Vasthouden? Witte label gebeuren. Eén op elke positie. Mag je hem loslaten? Oké. Dat is... Nu. Oké, ik heb nu een schermpje met die vier nummers onderin. En dat scherm... Of met dat schermpje die... in zo'n panel gebeuren staat. Ja? In wat bedoel? Welk nummer? Eén, behalve dat lampen staan uit. Dus ik weet niet press wat... Press the second button. Oké, dat press is... Press the button in the second position. Drie. Tweede positie. Oké, even kijken. Volgende nummer is 2. Press the button in the same position as you press in stage 1. Oké, same position, dat is 4, 2. 2. Press the button with the same label you pressed in stage 1. Oké, dat is dus 3. Oh, alarm gaat af, moment. Als je eerst een nummer zegt. 2. Press the button in the first position. Oké, dat... 3. Press the button with the same label... Wacht. De laatste cijfer is 2, want ik was nog niet klaar. Press the button with the same label you pressed in stage 2. Met jij doet 3. Oké, done. Ik heb nu die kabels met die sterretjes en ledjes. Ja? Ik heb een kabel met een blauw-witte kleur en er zit een sterretje onderin en die heeft geen ledje. Dus blauw sterretje. Blauw-wit. Ja, blauw sterretje vraag ik. Ja, prima. P. Cut a wire if the bomb has a panel port. Nee, een. We zien wel port. Die port met 32 pinnetjes. Of rij. Dus twee rijen met pinnetjes. En er is groeven erin aan de zijkant. Heb ik die? Nee. Ik heb wel een andere soort, maar niet die. Die hele brede, hè? Ja, dat snap ik. Ja, maar die heb ik niet. Dan mag je hem knippen. Oh. Fout. Mooi jongen. Oké, ik heb nog een witte wire met een sterretje en een ledje. Ster en led? Ja. Oké. Dit is ster. Dit is led. Cut a wire if the bulb has 2 or more batteries. Had ik batterijen? Nee. Geen batterijen. Nou, heel later. Oké, daar heb ik nog een blauwe wire met een ledje en een ster. Dus blue. Dat is een star. Mario. En een ledje is aan? Ja. Dus do not cut the wire. Oké, daar heb ik nog een blauwe kabel met een ledje aan en geen ster. Blauw en led. Ja. Dat is blauw, dat is P. Die mag ook heel laden. En dan heb ik nog een witte kabel met een sterretje. Zonder led. Dus alleen een sterretje. Ja. Dus, do not cut the wire. Weet je dat 100% zeker, want dat zijn de kabels die ik heb. Ja, dan, wat is als die vorige dan? Een blauwe kabel met een led. En geen ster. Maar die poort heb jij niet. Nee, wat was diegene daarvoor? Een blauwe kabel met wit, of met een ledje en een ster. Dus blauw, wit en blauw, ster en led. Ja, en de bom die gaat exploderen. Boom. Nou, je zei blauw, ster en led. Ja. Dat is blauw. Ster. Ja, maar de. Weet ik. Dit wat is blauw.
Want dit is de ster. En is met LED. Ja, toen Not Cut the Wire was die. Wel heel vaag. Nou, nog een poging. Ja, retry. En zien. De bom er alvast even bij, ook al kan ik het zien. Oké, we hebben weer die maze. Oké. Nou, ik heb... het vierkantje. Dat witte vierkantje, die staat... op de... In de vijfde rij. Zesde positie. Vijfde rij van wat? Vijfde rij van links naar rechts. Ja, en dan, hoe diep? Zesde positie. Zesde puntje. Die is nergens, van links naar rechts. Nee, van boven naar beneden. Ja, maar er staat er niks op de vijfde positie. Helemaal onderaan. Dat is er niet. Jij zei dat er het witte puntje staat. Dat witte vierkantje. Daar had je het over. Dan vraag ik aan jou waar die staat. Ja, daar staat hij dus. Hoeveel plekken moet ik naar rechts toe? Van links naar rechts. Hoeveel plekken moet ik naar rechts? Vijf. En dan zes naar beneden. En daar staat het witte puntje. En ja, die... dat vierkantje heb ik het over, niet over een rondje. Ja, maar daar heb ik het ook over. Want die rondjes, dat heb je nodig om de bak... Ja, maar die staan nergens bij mij. Ja, want die rondjes die staan ergens anders, maar dat zeg jij niet. Want de rondjes die ik heb, die staat eentje in de tweede rij bovenin. En eentje op de tweede rij, ja, helemaal onderin. Dan mag jij naar boven. Waar staat het driehoekje? Het driehoekje die staat... één links. Of die staat in de eerste rij, helemaal onderin. Mag jij naar boven? Ja. Naar links, links, boven, rechts, rechts. Ja. Boven, rechts, boven, boven. Boven, rechts, boven, boven, ja. Links, beneden, links. Beneden, links, ja. Boven, links, links, links. Nee, wacht, ik kan helemaal fout. Oeps. Waar sta je nu? Helemaal in de hoek? Ja, helemaal links, rechts, boven. Rechts, rechts, rechts. Rechts. Beneden, rechts, rechts, boven, rechts. Beneden. Rechts, boven, rechts. Ja. Beneden, beneden, links. Beneden. Beneden, beneden, links, beneden. Links, links, beneden, rechts, rechts. Links, links, beneden, rechts, rechts. Beneden. Ja. Links, 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 links. Dan, oké, nu heb ik een paswoord gebeuren. Ja. Even zien, wat staat er in de eerste? Een F. D. Wacht even, ik vraag de, wat was de eerste letter? Nou, er staat een F. Ja. Wat, kun je in de tweede letter een I zitten? Nee. Oké, wat is de volgende letter? Een D. Een D. Dan gaan we naar de volgende. T. Een T van Thea? Ja. Heb je een H in de tweede? Ja. Heb je een E in de derde? Nee. Een U? Nee. Oh, maar dat is wel eens verkeerd. Een I? Nee. Een R? Ja. Heb je een vierde E? Ja. En een vijfde E? Ja. Dat was hem. Nee, oké. Okay. Ik heb nog 49 seconden en ik heb van die symbolen. Ja, zeg maar de eerste alvast. Ik heb een drietal. Ja, ga verder. Een zwarte ster. Een C met een... ster. Ja, een C met een puntje erin. Ja. En een smiley met een tong. Drietal, smiley, C, ster.
Oké, en dan heb ik nog... Oh god, die morsecode gebeuren. Oh nee, en ik heb nog 20 seconden. Dat gaat hem niet worden. Ga dan maar boom doen. Oké. Boom. Nou, in ieder geval, laat een like en vergeet niet te abonneren. En tot de volgende keer. Vergeet die like zodat Mark het nog kan halen. Cheers. Ja. Cheers.